Ze had alles eigenlijk helemaal voor elkaar: een leven onder de zon, vrienden in het prachtige Griekenland en een succesvolle baby aan zee, maar er ontbrak nog één ding: een leuke vent om samen jammes Mee te roepen. Nou, Iris viel goed in de smaak bij een aantal mannen die speciaal voor haar naar Sparto reisden. Vooral Jan en Peter vielen bij de blonde bb houdster in de smaak, maar de grote vraag is nu: hoe loopt het af? In bb vol liefde flirte Iris erop los met Jan en Peter. De BB-eigenaresse vond de mannen beide zo leuk dat ze eigenlijk niet kon kiezen. Een groot deel van de afloop van Iris' BB-vol liefdeverhaal leek sowieso al verklapt te zijn door RTL en ook had een kijker Iris in Nederland gespot met haar geliefde, Jennis. Iris liet eerder via haar eigen Instagram weten een poosje in Nederland te zijn, en het lijkt dus op de TikTok-video van de kijker dat ze daar Jan heeft opgezocht, de man die eerst nog even uit haar bb vertrok omdat hij zich het vijfde wiel aan de wagen voelde door haar geflirt met Peter. Inmiddels weten we door de afleveringen dat Peter zijn koffers pakte om de ruimte te bieden aan de romance van Iris en Jan. Hij zag geen toekomst voor zichzelf in Griekenland en ook niet met de bb-houdster. Nou, in aflevering 35 van Videoland horen we het verlossende antwoord: Zijn Iris en Jan een setje gevonden? Zijn ze verliefd? De Bourgondische Boeddha gaat haar leven verrijken, maar de vraag is nog wel hoe. Als het rustiger wordt, dan bel je me maar, oppert Jan, misschien even uit het oog, maar niet uit het hart, reageert Iris. Jan is een bijzondere vriend voor Iris geworden. Dat is echt een groot cadeau voor mij. Ik wil volledig mezelf kunnen zijn in een relatie. Dat lukt wel met Jan, vertelt Iris. Jan vindt dat liefde begint met goede vriendschap, want hij is nog nooit verliefd geworden op het eerste gezicht. Ik hou van Iris, en ik geloof dat ze ook van mij houdt. Maar houden van is iets anders dan verliefd zijn op iemand. We hebben een klik en dat is prima zo, concludeert Jan. Daarna volgen drie korte kusjes op de mond. Het boek is nog lang niet uit.